landen in je gevoel. Het gebeurt niet vaak, maar tegen zo'n gelegenheid zeg je geen nee. Twee grote supersterren uit Nederland op onze bank. Velen hadden hun twijfels hierover, maar helaas, ze zijn er. Dinek en Simon, en we gaan een leuk gesprek van maken. Je merkt dat ik sta in de keuken van Hook & Catch. En wat maak je klaar voor Nick en Simon? Gegrilde snapper met onze speciale barbecue saus. En als appetizer hebben we onze tuna roll met een visvinger. Maar Beryl, van je draai je tong op dat naar Nick en Simon. Jawel, jawel daarom. Nee, en Hook & Catch wordt 1 jaar. Wanneer is er 1 jaar bestaan? 24 november. En naar Bigirigeri. Vanaf 24 november tot 26 november. Street party tap street party. Alla bent in Sernang. Dus let op. 24, 25, 26 november. Hook & Catch Hogestraat. Pay by a sweet visie. En dat gaan ze ook mogen proeven vandaag op onze bank. Laten we gaan luisteren en kijken. Marus, je merkt het. Voor de beste mode is het nog steeds dresscode. Uno en jere next. En dat is maar zijn twijfel. Loco boom. Very later. Ja hoor. Je oefen naar tongen langa. Isan. Goedemiddag. Neem plaats. Yes. Gaat het gelijk van start, Earl? Nee. Oh, niet. Hoe lang gaat dit in totaal ongeveer duren? Dit duurt ongeveer 3 kwartier. 3 kwartier? Ja. Okay. Nou, dan ik zit aan de zijkant nog te wachten. Oké. Okay. Ja, want ik hoef niks te doen. Oké. Okay. Ik heb mijn werk zit er al op. Anders ga ik eventjes, ik weet het beter gemaakt. Ik ga even een stukje skiën. Om met de bal te lekker dingen doen. En dan ga je even kijken hoe de laatste. Kijk, je bent vrij. Je bent vrij hier om alles te doen. Je mag doen wat je wil. Er is een waterscooter, er is een boot. Je meldt Wally gewoon. En dan mag je doen wat je wil. Mijn werk zit er al op, hè. Ik heb natuurlijk. Je mag nu genieten van Suriname. Dit is Suriname, dit is Carolina, dit is Ayo. Je mag gewoon genieten. Als jullie af en toe achter de loon kijken, dan zwaai ik wel als ik voorbij schiet. Ja, zie je het? Ik meld je uitzending gemist. Ik hoef toch niet te kijken hoe jullie je interview doen. Dat geloof ik wel. Wat hele vaker dan ik. Dan gaat even skiën. Ja, dat vind ik echt een goed idee. Gewoon lekker doen, Kees. Ja toch? Wel ja, jongen. Pak het moment. Nee, hoef ik het moment pak. Hoezo, ik heb mijn zwembroekje aan. Je bent gepakt en gezakt. Jij stapt er zo uit je nest. Ik heb mijn zwembroekje aan, maar jij.
Jongens, succes! Ja. Ik was eerst een vraag aan deze locatie, Joey, alles erbij. Ja. Dus wij worden net opgepikt door Joey en die brengt ons hierheen. Is dit jouw standaard? Ja, hier als ik moe ben van de stad, dan trek ik me gewoon terug. Maar dit is niet de plek waar je altijd al die afleveringen opneemt? Nee. We hebben verschillende plekken. We verkopen Suriname. Dus Suriname is zo'n mooi land dat je overal kan opnemen. Begrepen? Ja, snap ik. En wat snap vind ik. Je van de plek? Ja, topplek. Ja toch? Ja. Ik snap wel, we hebben met hun ook gesproken. Ik snap ook wel dat zij hier één keer per maand lekker aan het chillen zijn. Ja, ja. Wat dat doen ze vaak. Wat voor gasten heb je normaal gesproken? Muzikanten, politici, allerlei. Acteurs, parlementariërs, een heleboel. Van alles. We zijn al 10 jaar bezig. En 10 jaren? Ja? Maal 12. Zo. Maal 4. 10 jaar, maal 12, maal 4. Ja, bijna tel 500, maar op. Bijna 500 uitzendingen. Gasten heb ik al gehad. Zo. Ja. Verschillende gasten. En dan nu eindelijk het hoogtepunt, hè? Eindelijk. Een van die dromen van mij is nu uitgekomen. Nederlandse superartiesten. Heb je nog gehad? Wat is het? Geen Nederlanders nog gehad? Ik heb Surinaamse Nederlanders gehad, maar nog geen Nederlandse Nederlanders. Zijn we de eerste? Okay. Nee, jullie zijn de eerste. Ah, echt. Scoopie. Ja. Tof. Ja. Leuk. Nou ja. Gaan we van start? Ja hoor. Zijn jullie ready? Ik ben ready. Maar even hebben jullie van het programma gehoord, want dit programma is uitkleden. Ik heb je het gemeld, gezegd. Ja. Je hebt het allemaal goed geïnformeerd. Ja. Week. Dus jullie zijn ready voor die vragen? Ik ben een klein beetje nerveus zelf. Rustig. Na de break. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomverles van TVZeur. Met de dienst Room voor Les ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw telesuurnummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per mb is het gebruik van uw telesuurnummer voordeliger. Wij hebben Room voor Les partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Room voor Les van Telesuur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesuur, keeping us in touch. Welkom back. En we zijn terug en we gaan door met de jongens. Weten jullie wat Fawaka is? Fawaka, hoe is het? Hey. Aboom. Ja, dat moeten jullie zeggen aboom. 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 Ik ga het nog een keer doen. Fawaka. Aboom. Ego. Wat is you? Ego. Ego, Mino mag klagen. Jullie verstaan het, Kim. Weet je wel. Hoe hebben jullie Suriname tot nu toe ervaren? Mogen ervaren? Nou, als weer een heel groot avontuur. We hebben hier 10 jaar geleden succes gekend. En dat proberen we nu minimaal te evenaren voor dit tv-programma wat wij aan het schieten zijn hier in Suriname. Dus alles staat in het teken van dat. Dus het is heel veel muziekgerelateerde zaken die wij aan het bezoeken zijn. Ja, het is één groot feest hier. Mm-hmm. Maar wat voor leuke dingen hebben jullie al gedaan in Suriname? Jeetje, het is echt te veel om op te noemen. We hebben vooral heel veel locals ontmoet. Dus we hebben Peter Waterberg hebben we hier ontmoet. We hebben met Brace, die heeft ons echt rondgeleid en op sleeptouw genomen in het begin toen wij hier kwamen. Een remix van een bekend nummer gemaakt, een clip gemaakt, echt Suri-style. We moesten van conservatorium geschoolde muzikanten moesten we naar het binnenland, want zo zeiden zij, dan weet je wat Suriname inhoudt. Dus dat hebben we ook een dagje gedaan. Dus ja, het is allemaal te gek. Even hoor. Kan je bril even afdoen? Laat me even wat zien. Zeker. Geen rode ogen, oké, mag hem weer opzetten. Nee, voor Suriname moet je even je bril opdoen. Nee, ze roken niet. Mag je weer opzetten? De zon is fel hier. Ja, ik snap het. Fel. We wonen dicht bij Amsterdam. Sorry, ik wil hem wel afdoen hoor, geen probleem. Nee, je mag hem opzetten. Ik kan hem ook afdoen. Ja. Ik doe hem nog even op, zo af. Ja. Oké, wat zijn jullie eigenlijk in Suriname komen doen? Wat we hier zijn komen doen, wat het doel is. Het doel is om een groot optreden te geven. We zijn bijna zover. We hebben dus heel veel gastartiesten benaderd om uiteindelijk morgen bij het VAT het optreden te geven. Naxka Sekoloko, Nisha, Adika, bijvoorbeeld Benjamin die bij Music Steroid zit. Die hebben we zover gekregen. En als het wordt uitgezonden trouwens, dan is het optreden al geweest. Laat dat duidelijk zijn. Dat is het doel en het zou ook kicken zijn als we hier weer een hit kunnen maken. We hebben nu een nummer Zing uit en het zou gaaf zijn als het lukt.
Hebben jullie minder prettige momenten meegemaakt in Suriname? Minder prettig? Aha. Nou, eigenlijk niet. Ik heb dezelfde ervaring als de eerste keer dat ik hier was. Ik wil leren van Suriname. Ik wil mee terugnemen naar Nederland, dat ik het allemaal wat relaxter aan moet pakken. Want dat is gewoon de levensstandaard hier is geen stress. En dat is waar wij Nederlanders heel erg veel van kunnen leren. Mm-hmm. Heel veel. Ja. Heel veel. Oké, laten we gaan bij het begin beginnen. Ja? Ja? We gaan terug. Waar zijn jullie geboren? Zo. Volendam. Ja, ik ook in Volendam. Ja. Wacht even, zijn jullie broers? Nee. Hij heet Keizer, ik heet Schilder. Dus er zijn hele rare dingen gebeurd, maar we zijn geen broers. Oké, okay, Nick. We zijn vrienden. Je bent in Volendam geboren. Wanneer ben je in Volendam geboren? 6 november 1983. Dus je bent nu? Ik ben nu 34 jaar oud. 34. En Simon? Ik ben 33 jaar oud. 33. 16 mei 84. Wie zijn jullie ouders? Oreng, Rem. Na de break. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomvoorles van Telesur. Met de dienst Roomvoorles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesur-nummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per MB is het gebruik van uw Telesur-nummer voordeliger. Wij hebben Roomvoorles partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomvoorles van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Are, Sanwani Bai. Ah, mensen, ik ben Evert, papa. Evert, wie maakt je dit? Nee, jouw post doen, direct op mijn papa. Srit, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijna allemaal. Arre, oma, jij. Hai, behoed. Evert. De snelle keuren. Srit. Evert. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Vanaf nu is er een plek in Su waar je terecht bent voor alle verse vis- en visproducten. Who Can Catch voor visspecialiteiten staat aan de verlengde Hogestraat nummer 48. U bent er dagelijks vanaf 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds terecht voor verse vis, broodjes, burgers, snacks, pastas, salads, de echte fish and chips en verschillende vissoepen. 100% vis. Who Can Catch. Verlengde Hogestraat 48. Bel en bestel met 8294 727 en laat de rest over aan onze delivery service. Wasmiddel is goed voor je wasautomaat, maar kleding ook nog schoon. Wowasverzachter geeft jouw kleding een heerlijke en frisse geur. Importeur en distributeur CF International. Levis starts the party wherever you are. Levish. Levish.
Follow us on Instagram and Facebook at Drink Lavish or visit our website www.drinklavish.com. Ik. Ook ik. Ik draag. Ik draag altijd mijn PPE. Personal Protective Equipment. Personal Protective Equipment. We make your personal safety our concern. Ever since Sprite was born in 1961, things have changed. Cars park themselves. Mobiles are not used for talking anymore. Reality has become virtual. And the delivery guy is now a drone. However, the perfect combination of a Sprite and ice in a glass is still the most revolutionary drink against thirst. Even if today your grandfather cannot recognize a refrigerator, he perfectly understands what the Sprite is and what it is for. Born to refresh. Drink that, evolution. En we zijn terug, we zijn terug. En jullie weten het, de straatvraag is er weer. We waren vandaag, die met Rivellino, we waren met hun eigen Kees op straat. In de straten van Paramaribo. En geloof me, Rivellino kan eigenlijk met verlof, want wat Kees in de stad heeft gedaan. Hi boy! Hij is echt een gekkie. Hij stop. Dus wat ik heb gedaan, ik ga zijn paspoort in beslag nemen, hij gaat niet terug naar Suriname. Hij moet blijven. Hij blijft in Suriname, hij komt voor mij werken. Maar laten we even gaan kijken en luisteren naar wat Kees heeft gedaan in de straten van Paramaribo. Ja. Kijk naar Tapa Bankstel met deze uitzending, Nick en Simon. En ik ga de straat op. Nee, jij staat dus op. Oké, we pakken hem even opnieuw op. Ik wil eventjes glimmen. Nee, het ziet er goed uit. Is het close tot waar het binnen? Nee. Oké. Dames en heren, hartelijk welkom. U kijkt naar Tapa Bankstel met vandaag op onze bank Nick en Simon. En ik ben uw speciale gastreporter van vandaag. Ik ga de straat op hier in Paramaribo om de mensen te polsen. Hoe Nick en Simon nou in de markt liggen. We hebben natuurlijk heel veel Nederlandse toeristen, dat is leuk om te weten, maar waar wij eigenlijk meer nieuwsgierig naar zijn, is hoe denkt de Surinamer over Nick en Simon? Ga mee! Hallo, jullie zijn volgens mij hier op vakantie. Ja. Ja. Waar komen jullie vandaan? Castricum, dus jullie kennen Nick en Simon, hè? Zeker. Steeds weer, ja. Zie ik nee, yellow. Maar misschien kunnen hun als... Juist. Ja. Rosanne. Ja. Nick en Simon? Nee. Nee? Zoiets. Ja, dat liedje, je zong het zo net. Steeds. Weer. Nou gaat het door. En als ik zeg twee hele beroemde zangers uit Nederland? Ja.
Yay! La 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 la. Nog nooit van gehoord? Ik is iemand. Sonnet. Nee. Net heb ik van ze gehoord. Maar en wat heb, wat heb je gehoord van ze? Steeds weer. Hoe gaat dat? Steeds weer. Ga je helpen, gaat je helpen. Steeds weer zie ik je lopen ja. Met mijn ogen open. Zeker, zeker. Hier ga je even slaan. Waar ben ik beland, mensen? Ja. Oké. Okay. Hey, zeker. Oké, okay, Casey, ik wil vragen voor jullie. Para, mãe! Até que stop, mama! Kennen jullie het liedje misschien steeds weer? Steeds weer zie ik je lopen. Ik heb wel even gehoord, man. Ja? 3, 2, 1. Oh, dan. Hey, doe dan. Ik weet het niet meer. Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Kan je het beter, kan je het nee, beter? Nee, maar ik ken het niet. Kan je steeds weer? Steeds weer. Ja, maar ik ken het niet. Ik ken die woorden niet. Oh, je kent die woorden niet? Oké, okay, wat je kan doen voor ons, wat je voor me kan doen, we gaan zingen en dan ga je gewoon die boerendans doen. Ze zijn nu in Suriname. Waarom? Ja, ik zie je verbaasd kijken. Ze zijn in Suriname omdat ze hier een hele grote hit willen gaan scoren. En dat gaan ze doen, althans dat is de intentie. En ze gaan ook een heel groot optreden geven. Voor jullie hier in Suriname. Succes! Dat is Kabula. En help. Is een man een knappe man? Jawel. Ja? Waar houden jullie van? Waar hou je van? Qua man? Oi, Maximo, eu sou Jane! Tudo bem com vocês? Maar moet hij lang, kort, dik? Ja? Lang, houden we van lang? Mooie volle lippen? Haar een beetje achterover in een knotje? Ja, daar hou je van, hè? Ik zie het wel, ondeugende meid. Nou, daar staat hij hoor. Kijk eens even, zwaai maar leuk. Jullie gaan. Simon is hier. Hij staat naar je te kijken. Hij staat naar je te kijken. Dat is hem. Ah, meu! Jullie zijn welkom in Suriname. En ik zou meer naar jullie muziek gaan voor informeren om te luisteren. Goed zo. Wil je er nog wat aan toevoegen? Ja, het zijn pas mijn handen. Oké, dank jullie wel. Clap! 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 La 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 Jezus. Ze kan er nog steeds niet geloven, hè? Nou, ze doet de trouwring af. Oma, waarom denkt u hier? Wel meneer, een service voor jou magnifiek, terwijl mij denkt de man ik krimeer. Daarnaast kan ik mijn windows tinten en alles kan ik hier doen voor mijn auto. Mijn soundinstallatie naar Jammy zitten. Oma, de alarminstallatie is ook hier gedaan door Audio Solution. Hier bij RBE Ringweg Zuid, alarm van plan weer goed. Voor je autoaccessoires bent u hier terecht bij RBE Ringweg Zuid. Profis onderdelen, ik heb alleen jatu. Roy Boudou Enterprises. De Tamasari, kilometer 13, komen we heen. J.A. Pengelstraat, nummer 218. En aan de Ringweg Zuid, nummer 402. Hey, we zijn terug, we zijn terug. Hey, Kees, nog bedankt, nog bedankt.
Jij moet echt hier in Suriname blijven. Het was te gek met jou in de straten van Paramaribo. Je paspoort heb ik nodig. Ja. OR gestopt bij ouders. Ja. Ja. Wie zijn jullie ouders? Mijn moeder heet Gerda en mijn vader heette Klaas. Heette? Ja. Dus je hebt geen vader meer? Nee, mijn vader is overleden toen ik 15 was. Dat is alweer 18 jaar geleden. 18 jaar. En hoe was het opgroeien zonder vader? Dat kan ik niemand aanraden. Dat is niet leuk. Maar mijn moeder heeft dat onwijs goed opgevangen. Ik zeg altijd dat mijn moeder vader en moeder tegelijk was. Die kon dat gewoon heel goed. Mm. Ja. En Nick? Mijn vader heet Klaas en heet, mijn moeder, ja. Oh. En mijn moeder heet Lida. Schilder, allebei. Oh, beide. En hoe was het opgroeien? Ja. Het opgroeien, wel, ik heb twee jongere broers. Mm-hmm. En dat was leuk, warm gezin, harmonieus gezin. En eigenlijk heel weinig te klagen gehad. Mm-hmm. Zo. Ja, is dat Kees? Nee, nog niet. Oh, nog niet. Maar Kees kan elk moment voorbij komen met een waterski, want hij is jullie bezig. Jullie moeten uitkijken met Kees. Ja. Hij heeft wild. Alles over. Hij is wild, hij is wild. Je weet meestal vakantie, je was jong, jullie waren jong. En dan moest je bij je familielid gaan logeren. Yeah. Hebben jullie dat gedaan? Ik heel weinig eigenlijk. Ik heb één keer bij mijn oma gelogeerd, that's it. Ik mocht altijd zo. We worden verrast door een bamboe lounge. Een regenboogdrankje. Ja, ja, dat is een cocktail. Kijk eens. So. Thank you. Dank en dan gaan we even proosten. Cheers. Cheers. Ja. Proost. Dank u. Dank u. Zo. Zo, wat een verwennerij. Wauw. Dat is echt een verwennerij. Tegelijk. Gaat het altijd er zo aan toe met Tappenbank? Ja, 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 ja. Je wordt flink verwend. Zo, hè. Daarom willen een heleboel komen zitten. Ja. Waarom logeren bij familie? Jij zou vertellen. Nou ja, ik mocht altijd mee op vakantie met mijn ouders. Mm-hmm. Dus ik kan me niet heel veel logeerpartijtjes herinneren. Ja, wel eens bij een tante of zo. Weet je waarom ik die vraag stel? Zeg het eens. Vertel. Ik wil gaan naar... Bij welke familielid zou je nooit meer willen gaan logeren? Je hebt meestal je hebt lastige familieleden, hè? Nou, dat is niet echt aardig om op tv te kijken, toch? Zo hoor je niet. Je bent in Suriname. Ik kan wel antwoord geven erop. Ja. Ja? Ja, mijn opa en oma. Mijn opa die snurkt ontzettend hard. Maar hij is overleden, dus het zou nu weer kunnen. Maar ik heb eigen huis. Oh, dus, lekker, je, maar het is wel top. Maar het onderste is heel heet. Pittig. Ja? Ja. Lekker, hè? Goed, hoor. Jij is van Hook & Catch. Daarom zo lekker. Ah, dat is ja, ik zag jullie op de foto. Ja, dat kennen we ook, ja. Ja. Simon. Mm-hmm. Welke school hebben jullie allemaal gezien? Het grappige is, wij hebben elkaar ontmoet op de middelbare school. Toen we allebei VWO, Atheneum, aan het studeren waren. Mm-hmm. Die hebben we afgerond. Vervolgens heb ik een x-aantal opleidingen gedaan, maar niet afgerond. Omdat we uiteindelijk muziek begonnen te maken. En we werden succesvol in Nederland. En het was niet meer te combineren. Dus wel de middelbare school, VWO, afgerond. En dat was het. Dat was het. Beide. PWO. Ik heb daarna ook een stukje gestudeerd in Amsterdam. Aha. Aan de UvA. Maar inderdaad, op een gegeven moment kreeg muziek de overhand. Mm-hmm. Gelukkig. En welke klas hebben jullie moeten overdoen? Overdoen? Ja. Hier in Suriname zeggen we blijven zitten. Ja, nee, dat is me niet overkomen. Mm-hmm. Nee. Het ging allemaal wel goed. Helemaal goed. Ja. Ja. Is dat, is dat normaal? Ben jij blijven zitten wel eens? Ja, ja. Ik was een lastige jongen op school, dus ik heb het over moeten doen. Niet omdat ik dom was, maar gewoon omdat ik gauw afgeleid word. Ja, ja. Door die mooie vrouw hier in Suriname. En die hebben jullie toch gezien? Veel afleiding hier. Ja, ja, ja. Genoeg afleiding. Zeker. Maar wat wilden jullie worden in de eerste instantie? Ik wilde altijd al zanger worden. Altijd. En dat durfde ik nooit te zeggen. Omdat mensen dan zeiden, ah, wat denk je nou dat lukt en die kans is zo klein. Maar dat was echt mijn droom. En was, ik kan me herinneren, er was ook een jongen die wilde piloot worden. En toen zeiden ze dat ook tegen hem, van 1 op de 100.000 wordt piloot. Maar het is hem gelukt en ik ben nu zanger, dat vind ik wel leuk. Ik kwam hem laatst tegen en dat was een grappig gesprek. Simon, en jij? Ik wilde of inderdaad zanger of voetballer worden. Voetballer? Ja. En waarom ben je dat niet geworden? Omdat ik zanger werd. Heb je wel gevoetbald? Ik heb wel gevoetbald, maar ik was niet zo goed hoor.
om professioneel voetballer te worden. Nee, het was dat of zanger inderdaad. En het is gelukkig allemaal gelukt. Mm-hmm. Maar, ben jij ook gelukt, hè? Ja, het is... Ja, ik mag niet klagen. Nee, mag eerlijk zijn. Wij hoorden net dat jij ook stiekem een muzikant bent geweest. Ja, ik ben ook muzikant geweest. Geweest? Ja, geweest. Wat was dat ook weer? Gaan jullie wat voor me doen? Alen len livi, en de ki de suma de kibri. Alen len livi, en de ki de suma dron di dibri. Hey, dat is prachtig, joh. Dat is prachtig. Ja, dat heb ik zelf geschreven. Ja, is een situatie hier in Suriname. Ik heb het zelf meegemaakt, hè. Ja? Persoonlijk, ja. Ik zing... Het gaat over lenen. Lenen, ja. Ik schrijf mijn persoonlijke ervaringen. Ja, over mijn persoonlijke ervaringen. Lin Libi heb ik zelf persoonlijk meegemaakt. Okay. Ja, ja. En het gaat over lenen, hè? Ja, lenen. Ja. Ja. Ik had zelf een persoonlijk ding. Wat ik heb meegemaakt, heb ik op papier. Ik schrijf meestal over mijn eigen ervaringen. Mooi. Weet je, niet over anderen. Ik hou niet om over anderen te schrijven, over mezelf. Mm. Is leuker, toch? Ja, dat is zo. Ja, oké. Okay. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Waar was het begonnen? Op de middelbare school, in de vierde klas was dat, van het Atheneum, kwamen we bij elkaar in de klas te zitten. En we merkten al snel dat we allebei erg in muziek geïnteresseerd waren. En, dus op dat vlak was er zeker een klik en toen zijn we al snel begonnen met zingen. Mm. Wat dachten jullie over elkaar? Nee, ik vond het vooral leuk om iemand te ontmoeten die hetzelfde te gek vond als ik. Ik wist dat hij gitaar speelde, ik speelde zelf ook gitaar. Dus dan is er meteen al een match. Mm-hmm. Dus hij had een nieuwe gitaar, liet hij zien, begonnen we een beetje wat te pingelen en stiekem heel zacht een beetje wat harmonieën te zingen ook. En dat matchte wel goed. En mm-hmm. Sindsdien is dat altijd zo gebleven. Zaten jullie in één klas? Ja, we zaten in één klas, in dezelfde klas. Hé, hey, dat is... Kijk, daar gaat Kees. Kijk daar! Geen Kees. Sorry. Dus je bent... jullie zijn... Hey, even een bij. Dat is geen mug. We gaan even nu ook praten over liefdesrelaties. Ja. Waar heb je eerste schatje ontmoet? Waar ik mijn eerste schatje heb ontmoet. Of laten we het zo stellen. Wanneer is de eerste keer dat je verliefd bent geraakt? Oh, toen was ik volgens mij 4 of zo. Hé! Hey! Zo jong! Ja joh, verliefdheid is toch het mooiste gevoel wat er is. Ja, ja. Toch? Ja. En ik kan me echt toch wel heugen dat ik op de lagere, op de kleuterschool al meisjes heel interessant vond. En hoe heel onschuldig hoor. Hoe je de eerste? Ik weet het niet. Volgens mij een Marion. En hoe ben je ermee omgegaan? Heb je er gezegd? Je leert van elk meisje een stukje. En je moet aan alle bloemetjes hebben geroken voordat je het perfecte boeket kunt uitkiezen. Dat is goed gezegd. Ga ik niet overheen hoor. Dick? Ga ik niet toppen. Waar is het begonnen? ik was in de kleuterklas ook verliefd op een meisje. Ja, die heette Linda, een meisje. Ja. Een heel leuk meisje. En dat is nu mijn buurvrouw, dus ik ga er niet te ver over uitweiden. wie is jullie, hebben jullie een schatje nu? Vrouw? Ja, ieder een eigen vrouw. Dat is beter, hè? Ja. Wie is jouw vrouw? Ben je getrouwd? Ik ben getrouwd al ruim 5 jaar en ik ben al 13 jaar samen. En ze heet Annemarie. Annemarie? Ja. Kinderen? Eén kleintje van 3 maanden oud nu. Eerste? Ja, de eerste denk ik. Komen er meer? Oh, dat weet ik niet joh. Maar wil je wel meer? Dat weet ik ook nog niet. We zijn intens aan het genieten van deze kleine. Dus wij kijken sowieso altijd rustig aan wat er allemaal op ons afkomt. Wat dat betreft zijn we wel echte Surinamers. Rustig aan. Mm-hmm. Rustig aan. Tranquilo. En jij? Mijn vrouw heet Kirsten. Ik ben ongeveer 1,5 jaar getrouwd. En ik heb 3 kinderen. Nikki, Julian en Jackie. 3. 3? Ja. Meisje, jonge meisje. En ben heel gelukkig daarmee. Goed zo. En die populariteit van jullie, want jullie zijn heel populair in Nederland. Hmm. Is het nooit in gedrang gekomen met jullie relatie? Wat wil je precies weten hoor? Ja.
Zijn jullie nooit... Is er nooit iets fout gegaan? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Nee, want ik besef altijd heel goed dat natuurlijk, er zijn heel veel meiden en heel veel vrouwen die ons interessant vinden. Maar die vinden de persoon interessant die op het podium staat. Mm-hmm. En die kennen niet de echte jongen of de echte man vanuit het dagelijks leven. En dat heb ik me altijd in mijn hoofd gehouden. En dat helpt. Dat helpt, zeker weten. Ja, ja, ik weet dat heel zeker. Je zegt nee, je kan nee zeggen. Ik kan nee zeggen. Maar hoe ver is het aangegaan? Hoe ver is het gegaan? Ja, met een fan. Ja, ik ben heel braaf, Earl. En dan Nick dan. Ja? Hoe zit het bij jou? Het speelt op Nick. Nick, hoe zit het bij jou? Nou, weet je wat ook meespeelt? Dat wij hebben altijd hele drukke schema's gehad. Dus wij in het verleden, als je naar de 60s of de 70s, dan was een andere tijd. Dan gingen bands, die gingen hadden afterparties en drinken. Mm-hmm. Sommigen doen het nog steeds wel eens, maar wij moeten altijd weer door. En ook gisteren na het optreden, was heel leuk hoor. Waren hele leuke vrouwen waren aanwezig. Mm-hmm. Maar ik zeg, sorry, ik moet morgen vroeg naar Tappenbankstel. Dus gisteren ook... was er geen optreden. Oh, je moet me dat even wel aanleren hoor. Ja. Om nee te zeggen. Ja, ja. Maar hebben jullie wel eens een rare fan meegemaakt? Een vrolijke, rare fan? Horing, na de brief. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomvoorles van Telesur. Met de dienst Roomvoorles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesur-nummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per mb is het gebruik van uw Telesur-nummer voordeliger. Wij hebben Roomvoorles-partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomvoorles van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch. Vanaf nu is er een plek in Su waar je terecht bent voor alle verse vis en visproducten. Who Can Catch voor visspecialiteiten staat aan de verlengde Hoge Straat nummer 48. U bent er dagelijks vanaf 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds terecht voor verse vis, broodjes, burgers, snacks, pastas, salads, de echte fish and chips en verschillende vissoepen. 100% vis. Who Can Catch. Verlengde Hoge Straat 48. Bel en bestel met 2894-727 en laat de rest over aan onze delivery service. Wasmiddel is goed voor je wasautomaat, maar kleding ook nog schoon. Wasverzachter geeft jouw kleding een heerlijke en frisse geur. Importeur en distributeur CF International. Levis starts the party wherever you are. Follow us on Instagram and Facebook at DrinkLavish or visit our website www.drinklavish.com. Ik. Ook ik. Ik draag.
Ik draag altijd mijn PPE. Personal Protective Equipment. Personal Protective Equipment. We make your personal safety our concern. Ever since Sprite was born in 1961, things have changed. Cars park themselves. Mobiles are not used for talking anymore. Reality has become virtual. And the delivery guy is now a drone. However, the perfect combination of a Sprite and ice in a glass is still the most revolutionary drink against thirst. Even if today your grandfather cannot recognize a refrigerator, he perfectly understands what the Sprite is and what it is for. Born to refresh. Drink that, evolution. We zijn terug. Rare, vrouwelijke vent, hebben jullie het al meegemaakt? Eerlijk zijn. Kijk, nooit wat zo mooi is. Jullie zijn in Suriname. Wees vrij, vertel alles. Ze hoort het gewoon niet. Hebben jullie dat al meegemaakt? Ja, er zijn wel gevallen bekend geweest in het verleden van, nou, van vrouwen die bleven maar naar elk optreden komen en overal waar we waren doken ze op. En bijvoorbeeld, die werden ook lid van de sportschool waar ik trainde en bijvoorbeeld. En dat ging wel ver, dat is wel gebeurd. Ja. Hoe ver is het te gaan? Nou, daar weet je, tot de gym. Wat is in die gym gebeurd? In die gym? Die kleedkamer, wat is in de kleedkamer? De sauna en nee, helemaal niet. Nee, maar je moet je voorstellen, dat is toch een beetje privé. Terrein, weet je wel. Dus als ik gewoon helemaal bezweet mijn oefening aan het doen ben en dan zie je gewoon iemand lopen die ook heel graag naar je optredens gaat en daar eigenlijk anderhalf uur moet rijden om in die sportschool te trainen, dus dat is heel gek dat gebeurt. Dat gaat al best ver, vind ik. Ja. Heb jij in je Lenlenlibi-tijd? Ja, genoeg. Herken je maar het? Ik weet ze af te weren. Heel goed. Ik loop altijd met een bodyguard en die weet ze af. Heb jij dat meegemaakt? Ja, wij hebben wel hardcore fans, nog steeds en in het verleden, die richting stalker gaan, zeg maar. Ja. Maar het is lastig om... Kijk, aan de ene kant ben je heel dankbaar dat die fans er zijn, want door die fans mag jij het werk uitoefenen wat je het liefste doet. Mm-hmm. Maar als het te dicht bij je privé komt, dus het is een beetje een balans zoeken de hele tijd. Maar ik vind het heel leuk. Zo. Dit is Suriname, Goeie plek dit. Dit is Suriname. Manik en Simon, kregen jullie wel ruzie? Eigenlijk niet echt ruzie. Kunnen jullie wel ruzie? Nou, natuurlijk, er zijn wel eens meningsverschillen en we zitten zoveel op elkaar dat er wel eens natuurlijk vallen dingen voor of een irritatie of wat dan ook. Maar we zijn eigenlijk altijd heel open in de communicatie en zijn dingen vaak voor. Weet je, bespreken dingen goed. En we plannen heel veel vooruit, dus wij weten nu al wat we in 2020 willen gaan doen. Mm. Dat helpt ook, geeft ook een soort rust. Maar heeft u iemand jullie al benaderd voor een solo?
Nou, wij zijn, om solo te gaan. Wij zijn zo open in de communicatie. We hebben altijd gezegd, als één van ons twee een keertje een eigen pad wil bewandelen, dan moet dat kunnen. En zo heb ik vorig jaar een solo tour gedaan door Nederland van iets van 40 kleine shows door alle theaters. Met een eigen dingetje. Dus het is niet zo dat wij aan elkaar vastgelijnd zitten. Nick is op dit moment op de Nederlandse televisie een solo programma aan het presenteren. Dat moet gewoon kunnen. Je moet je eigen dingetjes ook kunnen doen om Nick en Simon leuk te blijven houden. Dus zo vliegen wij het aan. Maar wat is dat ding? Je bent aan het vloggen, hè? Wie is aan het vloggen? We zijn allebei aan het vloggen. Ja. Maar zien jullie niet meer zitten met het zingen? Met het zingen? Dat doen we ook. We zitten midden in een theatertour in Nederland. Mm-hmm. Doen we 60 theaters. Dus dan zijn we even een korte break om naar Suriname te gaan om een programma op te nemen. Dus het is zingen, in mijn geval nu presenteren, vloggen, televisie maken, liedjes schrijven. Het is een heel divers palet aan dingen die we mogen doen. Maar verdienen jullie ook met het vloggen? Sorry? Verdienen jullie ook met het vloggen? Nou nee hoor. Nee, dat is puur hobby, pure liefde. We hebben een YouTube kanaal waar we elke woensdag en elke vrijdag een nieuwe vlog posten. Mm-hmm. Maar nee, als je goed wilt verdienen aan vlogs, dan moeten ze echt miljoenen keren worden bekeken. Mm-hmm. Maar goed, Suriname gaat nu natuurlijk ook kijken. Dus ja, dat helpt wel mee. Ja. En met het zingen, kunnen jullie verdienen met het zingen daar? Moet je nog een baan doen? Nee. Er is ook geen tijd voor. Het zingen nog een baan. Oké, maar hoeveel kunnen jullie per jaar verdienen? Oh, wat ben je lekker open in je vraagstuk. Ja, je zit open. In NCD? Heel veel. ongeveer, dan kom ik naar Nederland. In NCD bijna 9 keer zoveel als in euro's. Wauw, dus je hoeft niet meer te werken, gewoon zingen alleen. Dat mogen wij ons werk noemen. Al 12 jaar. Dus dat, we zijn bevoorrecht. Op bevoorrecht. Ja. En het lukt daar? Lukt nog steeds daar? Ja, het gaat heel goed. We hebben heel veel dingen te doen. Dus we hebben heel veel optredens, we hebben veel televisieprogramma's. Dus we mogen dankbaar zijn daarvoor. Oké, wat zijn jullie voornemens in 2018? De theatertour waar wij nu mee bezig zijn, dat is gelinkt aan ons nieuwe album, Aangenaam. En die is op 1 in Nederland binnengekomen. Maar die theatertour loopt nog door tot de helft van 2018. Dus daar zijn we sowieso het eerste half jaar heel druk mee. En voor de rest blijven we heel veel televisie maken. Wat wordt het gezellig hier, jongens. Mm-hmm. Zie je hoe mooi Suriname is? Ja, goed. Gebeurt hier voor alles. Suriname. Ja. Met welke artiesten van Suriname zouden jullie graag willen featuren? Nou, we hebben nu dus deze week een x-aantal leuke artiesten ontmoet, zoals Nisha en Adika. Ja. Nick heeft met Benjamin Steroids. Naxka Sekoloko. Dus dat zijn allemaal namen waar ik al ontzettend enthousiast van word. Nou ja, Brace natuurlijk heeft ons erg geholpen. Maar met artiesten die we net noemden, die mogen we morgen allemaal features doen bij het VAT. Waar ik ontzettend naar uitkijk. Mm-hmm. Dus dat gaat al gebeuren. Oh, oké, dat is nice. Maar hebben jullie nog een ander Surinaams liedje dat jullie willen brengen? Jeetje. Mag dat graag hoor. We hebben wel Fontaine B wat ingestuurd. Ja, voordat we vertrokken. Dat is de allereerste keer, we hebben hem nog nooit geoefend ook samen. Oh, gaan jullie dat nu doen? Dus het het is spannend. Ja, we gaan het proberen. Misschien moeten we een keertje opnieuw. Ja, hoe leuk is het als hij fout gaat? Mm. Elk mens maakt fouten. Het begint bij een fout. Paramaribo, Paramaribo, oh oh, Paramaribo. Ik zit fout, hè? Ja, helemaal. Ik zou de hoger doen, maar maak ik een mooi knipje hier. Ja, oké, gewoon hoger. Nee, ik zou je hoger doen. Ja, hoogstem. Tweede. Paramaribo. Paramaribo, oh oh, Paramaribo, Paramaribo, oh oh. Een bosje brug, overzicht, snel naar waterkant. Cool breeze met betalen, tempiado in mijn hand. Het is de city van Damaru, Jurgen, Rijman en King Blij. Lachen en plezier in mijn praten, saaie tijd. Lekker in een tori bij het vat, abratorarica. Zussen, zo je borop. En manica, met sardiekjes in mijn zak, gewoon in mijn patta. We zijn naar Loki, Givi, Alamala. Paramaribo, Paramaribo, oh, oh. Iedereen!
Paramaribo. Paramaribo. Oh, oh, oh. No stress, pure ontspanning. Valt alles van je af, direct al na de landing. Deuren open, heb je het al geroken? Regenwoud, Amazone, welkom in de tropen. Waar we niet lopen, maar lekker wandelen. Chillen onder een bon, nooit alleen, maar met anderen. Alle jaren is zo, dit zal nooit veranderen. Paramaribo, Nagiviala, Paramaribo. Paramaribo, oh oh. Paramaribo. Paramaribo, oh 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 oh. Paramaribo. Paramaribo, oh oh. Paramaribo. Paramaribo, oh 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 oh. Wauw. Dankjewel. That's nice, that's nice. Ja. Dankjewel. Nog een vraag voordat we afsluiten. Want mijn regisseur meldt me al. Verus kan nog een vraag. Heb je ook last gehad van die vrouwen hier in Suriname? Last? Ja. Nee. Het is geen last. Het is een zegen, al die vrouwen hier. Ja. Heb je een mooie gezien? Alleen maar. Heb je een mooie gezien? Een heleboel toch? Hey! Nee, hebben jullie Stranantongo kunnen leren praten hier? Welke woordjes hebben jullie geleerd? Heel klein beetje. Van Wakka? Van Wakka? Hoe gaat het? Ik doe het de hele avond op Brassa. Dat is een knuffel. Wat heb jij nog geleerd? Wagyu? Wagyu? Wagyu. Wagyu. Nee, Wagyu. Heb je goed geslapen? Oh, Wikiu. Wikiu. Oh. Ja, die. En Abong. Abong. Poku. Dat is goed. Poku. Muziek. Idingo. Ja. Jullie hebben geen krachttermen geleerd, toch? Idingo. Geen krachttermen. Nee. Gelukkig niet. Allemaal positief. Oké, okay, Emmy staat al klaar met de pakketjes. Hey. En hier worden jullie verwend, hè? Met op een bankstel. Oh, top. En geloof me, hier gaat Suriname echt leren kennen. Je kreeg van mijn hoofdsponsor 50 SRD en dat is Telesuur. Twee landen, één gevoel. Krijg je 50 SRD, bel te goed. Oh, te gek. Hey. Ja, dan mag je bellen met al die mooie mensen die je hier in Suriname hebt leren kennen. Wie is het eerst dat je gaat bellen hier in Suriname? Wauw, daar mag, denk ik even over na. Oh, dat was jammer. Ja. Oh, hoi. Ja, wie is de eerste die je gaat bellen hier in Suriname? Nou, ik ben een beetje verliefd geworden op Ramona van Ramona? RBC. Ja. Heb je Ramona's man gezien? Ja, dat maakt ook niet uit. Dave! Heel sterk. Hij is verliefd geraakt op Ramona. Hij is verliefd geraakt op Ramona. Ik ga met de vraagjes zwemmen. Ja. En jij? Ik ga even de geluidsman bellen of alles al klaar staat voor morgen het optreden bij het VAT. Oh, bij het VAT. Oké, okay, ja. Ik ben er zeker bij. Heel goed. Ik geef jou 50, je krijgt 25 SRD aan worst. Ieder. Van Riffos worst. Worst? Hoekje. Oh, daar ben ik heel blij mee. Worst. Je mag worst daar aan halen. Super. Je krijgt van Levis, krijgen jullie beide. Deze is van Nick. Aha. En dit is van Simon. Je mag het nu op je hoofd zetten. Ja, tuurlijk. Super. En van Tapa Bankstel. Aha. Wat een cadeaus. Ja. Jullie eerste grote optreden moet ik jullie zien met dit truitje op het podium. Jullie breiden krijgen een truitje van Tapa Bankstel waar het onderwerp goed zit. En van Trans American krijgen jullie zo'n heerlijke cerecer. Super. Dankjewel. Ja. Dankjewel. We zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Jullie beiden krijgen zo'n waspoeder. Waspoeder? Ja. De kleren. De wassen. Nou, dat is toch handig? Ja, daar ben ik heel blij mee. Meenemen naar Nederland. Ja, gaan we doen. Pas op met de douane hier. Laten ze het goed ruiken. Anders blijven jullie hier in Suriname. Ja, is goed. Jullie krijgen ook van Lotus Healing Center. Krijgen jullie zo'n massage. Waar is Hoek en Ket? Zijn ze al ready? En van Hoek en Ket krijgen jullie zo'n heerlijke, wat is het, Beryl? Gegrilde red snapper. Wat een verwennerij, zeg. Thanks. Ja, dat is dankjewel. Tapa Bankstel. Zo, dankjewel. Super. Ja. En ze zijn al 1 jaar bezig. Dit jaar vieren ze, hebben ze hun 1-jarig bestaan. Mm-hmm. En dat vieren ze groot.
Drie dagen lang hebben ze feest daar. Geweldig, geweldig. Ja. Dus mensen, vergeet niet 24, 25 september en 26 september. Hoek en Catch, Hoogestraat. November, ik leef al in december. December, maar het is november. Groot feest. We gaan, jullie mogen alvast happen. Dan ga ik het afsluiten. Helemaal goed, ja. Hoor. Dankjewel, hè. Hé, hey, wacht even. Dit kan ik niet maken. Jullie krijgen, behalve die pet van Lavish, krijgen jullie ook zo'n heerlijke cocktail van hun. Wat geweldig. Lavish. Ja, dat is een cocktail, wodka cocktail. Dankjewel. Super. En als je hem drinkt, speel je de hele avond door. Ja, geloof me, je moet hem proeven. Jullie mogen alvast happen. Ik ga het afsluiten in die middelste, in die... Nee, Meta. Ja, ik ben bij Meta. Dat was het voor deze keer. En degene die het niet wilde geloven, de twijfelaars, ze zijn hier, kijk hier. Het is geen geest zit hier. Maar zijn mensen twee, Nick en Simon, in Tapa Bankstel. Ja, jullie hebben het allemaal gehoord. Ze hebben een heleboel hier in Suriname meegemaakt. Een heleboel mooie dingen. Geen enkel negatief nieuws brengen ze terug naar Nederland. Alleen maar goede dingen van Suriname. Laten we ze die power geven en mensen, als ze terugkomen, komen jullie terug? Absoluut. Zeker weten. Ja. En we zoeken nog sponsors. Ja, ze zoeken naar sponsors. Ze zoeken naar sponsors. Dus kijk uit, sponsoren. Sponsoren. Trouwens, jullie hebben hoe heet die ene, Healy? Hoe heet die weer? Die vriend van me. Joey. Joey. Ja. Ja. Joey gewoon contacten en dan hebben jullie de grootste sponsor. Oh, super. Ja. Ja. En we gaan het afsluiten. Heren, in die middelste camera, waar is hij? Kijk hem daar. Dan gaan we die tatararantan doen. Tatararantan, tantan. Right. Zijn jullie ready? Zeker. Ja. Hoe smaakt het? Fantastisch. Het is helemaal top. Fantastisch. En je mag hier met de volle mond praten. Oh, heerlijk. Ja. Gaan we gewoon in die middelste camera. 3, 2, 1. Tatararantan, tantan. Tenen, ten, tenen, ten. Tenen, tenen. Zeg even snel die Lin Libi weer. Alleen Lin Libi. Hey, Mekke, de Zuma, Don Libi. Alleen Lin Libi. Hey, Mekke, die weer. Bye bye, swai swai. Doei doei. Thank you. Dat was superleuk. Alsjeblieft. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomverles van Telesur. Met de dienst Roomverles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesur-nummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per mb is het gebruik van uw Telesur-nummer voordeliger. Wij hebben Roomverles-partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomverles van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch.